Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Van Gent Autobedrijf en Van Gent Lease. De ploeg uit Ede heeft de eerste wedstrijd gewonnen met 5-3, waardoor ze vandaag relaxter aan de wedstrijd konden beginnen. Wieger wist wat zich te doen stond. Met aanvallend spel creëerde de uitploeg verschillende mogelijkheden. Met deze goed uitgespeelde aanval wist Marten Jong de bal tussen de palen te krijgen. Wieger creëerde verschillende kansen, maar geen van deze kansen resulteerde in een doelpunt. Ook in deze aanval wist Marten Jong zich vrij te spelen. Met precisie wist hij binnenkant paal de bal in het doel te krijgen. Met een 2-0 voorsprong begon de ploeg uit Ede aan de tweede helft. Door deze aanval werd de voorsprong verder uitgebreid, naar 3-0 in het voordeel van de thuisploeg. Wieger zette alles op alles om de wedstrijd te kantelen. Door de keeper steeds te wisselen voor een extra veldspeler, kreeg Wieger meer ruimte en maakte uiteindelijk ook een doelpunt. In de slotfase kwamen de Edenaren niet meer aan aanvallen toe. Met defensief spel wisten ze keer op keer de aanvallen van Wieger te stoppen. Wieger wist door dit afstandsschot de Edense doelman te verrassen en de teller kwam op 3-2 te staan. De wedstrijd kon beide kanten opvallen, maar het was de ploeg uit Ede die aan het langste eind trok. Met deze verre uitworp van de keeper werd ook de 4-2 binnengetikt. Door deze overwinning mogen de Edenaren zich gaan opmaken voor de halve finale. Marten de Jong, 5-2 tegen ZVW Wieger, rondje verder. Tevreden neem ik aan. Ik ben wel tevreden, ja. We hebben uit daar ook gewonnen en nu weer gewonnen, dus terecht de winnaar. Het Edense zaalvoetbal heeft wel een boost nodig, hè? Dus op naar de topklasse. Ja, het zou mooi zijn. Dit is het eerste jaar in de hoofdklasse en als we dan meteen promoveren, dat zou heel mooi zijn. Als je deze wedstrijd bekijkt, dan lieten jullie de tegenstander komen en de counters waren mes scherp. Ja, dat zeker. Ja, zo spelen we het hele seizoen al en we hebben een ploeg die goed kan verdedigen en een paar snelle jongens. Aziz was vandaag ziek, maar normaal gesproken hebben we die ook nog, dus het is alleen maar mooi.